Welkom, studenten, oud-studenten, cliënten, oud-cliënten, familie en vrienden. Toch iets hoger? Dank je voor je feedback. Ik zag vanmorgen nog een leuk artikeltje over feedback op LinkedIn. Maar daar weet ik niet meer waar het over ging. Gaat het volgende boek over, nee. Wat fijn dat jullie er zijn en wat fijn om elkaar vanmiddag te ontmoeten. En dat is het boek In de Praktijk eigenlijk. Straks vertellen we iets meer over het boek. We hebben ons enorm verheugd op vanmiddag. Dat hebben jullie met alle Facebook-berichtjes en Instagram-berichtjes misschien wel gezien. En we hopen dat het een fijne middag wordt. Om te beginnen wil ik het woord aan Jitske geven, onze uitgeefster van uitgeverij Elixir. Ze heeft vanaf het begin een rotsvast vertrouwen gehad in ons boek. Dus ik geef vol vertrouwen het woord aan Jitske. Dankjewel. Oh, kan ik dit even voorlezen? Hallo. Jullie denken ook overal aan. Geen toespraak gemaakt, maar gelukkig. Goed, alle gekheid op een stokje. Heel leuk om hier te zijn. Zo mooi die opstelling, mensen allemaal om je heen. Ja, ik ben heel blij met Hans en Cornelie. Om te beginnen klikt het vanaf het begin. Dat is duidelijk. Wat ik het mooie vind aan jullie werk is de bezieling waarmee je je dingen doet. De bezieling waarmee je mensen probeert te bereiken. In je vorige boek bij elkaar te brengen in de vorm van een relatie. Alle valkuilen en mogelijkheden, onmogelijkheden. Half Nederland is een therapie, heb ik wel eens gehoord. Dus aan het volgende boek, dit boek, klikt het, is zo mogelijk nog meer behoefte aan dan aan een droom van een relatie. Dus al die mensen die intussen gelukkig zijn geworden door jullie boek te lezen, die zullen therapeut geworden zijn. En in het therapeutendom moet je natuurlijk heel andere capaciteiten in huis hebben dan wanneer je de man of de vrouw van iemand bent. Want je moet je kunnen verplaatsen in de gedachtenwereld van iemand die een reden heeft om een therapeut te zoeken. Nou, dat zijn natuurlijk heel wat verschillende soorten redenen. Ik krijg als uitgever ook heel vaak mensen aan mijn tafel waarbij ik dacht, als ik nu therapeut was, dan kon ik inderdaad onmiddellijk een praktijk openen. Maar ik laat ze gewoon het boek voor jullie lezen, dus is het ook in één keer weer opgelost. Maar het is heel belangrijk als je in therapie gaat, dat je met iemand te maken krijgt, ja, waar je een klik mee hebt. Het is zo simpel als wat. De titel is ook gewoon zo duidelijk als het maar kan. Want anders dan gebeurt er niks. Dus als je iemand tegenover je hebt die de indruk wekt dat je kleinzerig bent, of iemand die bij alles wat je doet zit te knikken, ja, over het erg, nou, dan ben je snel uitgepraat. Het is helemaal niet zo heel erg makkelijk, lijkt me, om een goede therapeut te zijn. Maar wat nog moeilijker is, is om onder ogen te zien dat je soms gewoon eigenlijk helemaal niet met elkaar kunt opschieten. Soms heb je iemand voor je waarvan je denkt, nou, als jij mij gelukkig moet maken, dan zou je wel eens bij jezelf kunnen beginnen. Dat heb je met sommige mensen. Ze zien er zelf doodongelukkig uit. Of je hebt mensen waarvan je het gevoel krijgt dat ze denken, jongen, wat praat hij veel of wat praat hij weinig, of wat een complex persoon, of noem het eigenlijk maar op. Dat er bijvoorbeeld eigenlijk al iets is gebeurd waardoor degene die therapie nodig heeft al een beetje op achterstand zit. En dat komt dan heel vaak doordat die therapeut zelf op achterstand zit. Maar ja, zie dat maar eens onder ogen. Gelukkig hebben we daar nu een boek voor. En ik vind dat echt een grote verdienste van jullie. Ja, ik heb de hele tijd neiging grappen te maken. Misschien komt het wel door die leuke clown Jip. Maar het is natuurlijk een hele serieuze zaak. En alleen wat mij blij en vrolijk maakt, is dat er zoveel aan te doen is als een relatie tussen hulpverlener en cliënt niet goed is. Als je eenmaal weet waar dat allemaal aan zou kunnen liggen. Nou, en daardoor kunnen veel mensen veel beter geholpen worden. Dat feit op zich maakt me al vrolijk. En dat ik zo'n prachtig boek in een collectie van Elixir weer heb mogen bijschrijven, dat maakt me nog veel vrolijker. Dus een feestelijke dag vandaag. Dank u wel. Dank je, Jitske. Nou, we hoeven niet zoveel meer te vertellen over het boek. Dat heeft Jitske net al mooi samengevat. Maar toch even kort. Ik lees het voor, want anders dan raak ik helemaal de draad kwijt. En dan zitten we hier vanmiddag om 6 uur nog. Dus, maar toch, na 2,5 jaar alweer een boek. Wie had dat gedacht? Maar ja, zoals dat gaat, het diende zich aan. Het boek wilde geschreven worden.
Want eigenlijk hebben we het al 20 jaar over dit onderwerp. Over de ontmoeting tussen hulpverlener en cliënt. En zoals jullie weten geven wij met heel veel liefde les aan toekomstige counselors bij de SPSO. En in onze trainingen is het een van onze speerpunten dat de ontmoeting de basis is voor succes. Veel meer dan enkel te varen op de methodiek of het protocol. En de studenten zijn het daar eigenlijk altijd roerend. Nou, niet iedereen, maar de meesten zijn het daar eigenlijk roerend mee eens. Maar in de praktijk is het lastiger dan je denkt. Het is namelijk best eng om je hoofd helemaal leeg te maken en niet alvast met de volgende vraag in de aanslag te zitten, maar vanuit je verhartsverbinding te kijken, te voelen naar wat er bij jou opkomt of wat er in je cliënt opkomt. En jullie kennen in ieder geval, de studenten kennen allemaal de kracht van luisteren en stilte. En daarin gebeurt het dan. Vandaar is dit boek, omdat het iets is wat we allemaal verlangen, maar ook best moeilijk is om te doen. Dit boek is om het leerproces bij aankomend hulpverleners te ondersteunen. En gaande het schrijfproces beseften we dat het boek eigenlijk voor iedereen geschreven is die de ander vanuit zijn hart wil ontmoeten. Zoals wij hier in deze zaal elkaar graag willen ontmoeten. Daarom zijn we hier. En een feestje te vieren. Maar dat is misschien wel hetzelfde. En we vinden het bijzonder dat er naast de cliënten en de familie en de vrienden ook een aantal oud... Nee, de studenten wou ik zeggen. Dat er ook een aantal cliënten en oud-cliënten in de zaal zitten. En we kunnen alleen maar hopen dat ons verhaal... dat jullie ons verhaal vanuit jullie perspectief kunnen ondersteunen. Zal ik eens even. Ja. Het geloof in de ontmoeting, zoals ze die maar steeds noemen, is lang geleden ontstaan. Wij deden zelf de SPSO in een jaar voor Cornelie uit, zoals jullie dat waarschijnlijk wel weten. En we hebben elkaar daar zelfs ontmoet, maar dat is weer een ander verhaal. In het vorige boek was dat... In het vorige boek was dat interessant, maar nu niet. Op 13 april 1995 kreeg ik van Kees Maas, en dat is een van de oprichters van de SPSO, een college Psychologie van de Ontmoeting. Het was in mijn eerste studiejaar. Een jaar later kreeg Cornelie dit college en we kenden elkaar nog niet. Ik zat er helemaal klaar voor, aantekenblok gereed. Toen Kees Maas begon te spreken, liet ik langzaam het aantekenblok zakken. Dit was andere koek. Kees sprak ons aan in ons hart. Dan kan je alleen maar luisteren. Ik was verbijsterd. In de pauze daalde Kees van zijn spreekgestoelte af en liep recht op me af. Ik wil jou een hand geven, want wij hadden wel een bijzonder contact vanmorgen. Ik was nog meer verbijsterd. Ik had vanaf toen het intens gevoel dat hulpverlenen niet gaat over boeken lezen en veel leren. Maar om je hart te leren openstellen. Dat was de sleutel. Ik heb vanaf toen alleen maar dat in mijn hoofd gehad. En ik heb zo gestudeerd en zo in mijn praktijk gewerkt. Steeds mijn hart geopend en het stroomde. Begrijp je waarom we een boek wilden schrijven over dit onderwerp? Het is goud. Niet de methodiek, maar je hart. De ontmoeting is voorwaarde voor succes. Toen ik 2 jaar later Cornelie leerde kennen, heb je het weer, hè? Hadden we het over dit college. En zij had dat, het had haar ook zo geraakt. En we deelden samen dezelfde visie. Ja. Want? Ja, want de rest, dat is geschiedenis, zoals je dat wil zeggen. De rest van het verhaal kennen jullie, hoe we onze praktijk gingen opstarten en gingen trainen met de SPSO. En toen we het boek aan het schrijven waren, lazen we in ons vakblad een aankondiging van een proefschrift.
Het proefschrift ging onder andere over dit thema. Eigenlijk was het hoofdthema iets heel anders, maar die ging mij een beetje boven de pet. Maar dit stuk van die ontmoeting, dat sprak me aan. De ontmoeting, het contact, de relatie tussen hulpverlener en cliënt. En dat vind ik altijd zo leuk als ik merk dat het reguliere veld en het alternatieve veld elkaar vinden in hun visie. Flip-Jan van Oene, de schrijver van het proefschrift, is arts en systeemtherapeut. Hij is regulier geschoold en wij, schrijvers van dit boek, zijn complementair geschoold. En toch vonden we elkaar. Of juist vonden we elkaar. Ik houd ook persoonlijk heel erg van verbinden, elkaar vinden. Daar voel ik me lekker bij. En ik geloof dat dat ook wel een beetje past bij mijn rol als middelste kind in het gezin. Maar daar gaat misschien een ander boek nog eens over. Maar het kwam me niet onbekend voor. Uiteindelijk was het onze uitgever, Jitske, die suggereerde dat we Flip-Jan zouden vragen om te komen spreken vandaag. En dat vonden we eigenlijk een ontzettend goed idee. Dus we hebben Flip-Jan gebeld en hij vond het een leuk idee. Dus Flip-Jan, aan jou het woord nu om een praatje te houden. Goedemiddag allemaal, ik ben zeer vereerd. Dank jullie wel voor de uitnodiging om hier met jullie van gedachten te kunnen wisselen. Zoals Cornelie al zei, naar aanleiding van een stukje uit mijn proefschrift wat jullie ter oren kwam. En wat een gezamenlijk gedachtegoed is, blijkt tussen onze interessevelden. Het grappige is, wij kennen elkaar helemaal niet. Ondertussen blijkt, heb ik net in een gesprekje met jouw stiefmoeder ontdekt, dat ik met jullie nichtje op de middelbare school gezeten heb. En dat haar moeder ergens met een bloemetjesjurk in de zaal zit. Ik weet nog niet wie het is, maar dat gaat toch blijken. Is de moeder van Rut? Is ze niet. Ik heb de zus van Rut. Oh, oké. Nou, het was heel erg in de buurt. Hallo. Met Saskia. Nou, oké. Okay. Stof genoeg. Okay. Goed, in ieder geval blijkt dus al snel hoezeer wij allerlei dwarsverbanden hebben. De aanleiding om hier te mogen spreken is het feit dat ook in mijn proefschrift het thema samenwerking en hoe je daarover kunt denken en het belang daarvan kunt onderbouwen aan de orde komt. En om daar iets over te vertellen zou ik even terug willen gaan naar het begin van mijn eigen carrière. Dan hebben wij het al over de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Ik zie hier gelukkig nog meer mensen met wat grijze haren. Ik zie ook heel veel mensen, jonge mensen. Maar in ieder geval zijn er nog mensen die ook die tachtiger jaren nog actief hebben meegemaakt als therapeut. Ja, kijk. Ja. In ieder geval, dat was de tijd dat wij nog allemaal idealen hadden van het ging allemaal anders en nieuw worden. De systeemtherapie werd uitgevonden. De directieve therapie, dat zijn jullie ook nog bekend, die ging het allemaal helemaal anders doen. Het stoffige psychoanalytisch bolwerk zou worden afgebroken en wij gingen het allemaal nieuw en beter doen. Nou, dat was een prachtige tijd waarin vooral de passie van de modellen en de nieuwe gedachten voorop stond. En daarna kwam er weer een andere periode en dat was de periode van het evidence-based denken, de wetenschap. En misschien, ik dacht, is het misschien leuk dat er een hele andere wind die ging waaien. Ik dacht, misschien is het leuk om even een korte impressie te geven van hoe in het tijdperk van de wetenschap er aangekeken wordt tegen hulpverlening. En daarvoor heb ik even een kleine intermezzo van een andere deskundige die ik jullie wil voorstellen, professor Craig Smasher. Goedemiddag, mijn naam is Craig Smasher. Therapie is een vak dat evidence-based bedreven moet worden. Op natuurwetenschappelijke basis. Wij moeten uitsluitend kijken naar de harde feiten en de rest is kwatsch. Wij moeten via meetbare en toetsbare resultaten het vak afbakenen. We staan voor de volgende probleemstelling. We hadden evidence-based vastgesteld dat gedragstherapie de psychotherapeutische behandeling van voorkeur was. Toen hebben we echter vastgesteld, evidence-based, dat cognitieverandering cruciaal is voor verbetering. En toen werd cognitieve therapie het voorkeursmodel. Ik zie u knikken, mevrouw. Ja. Totdat bleek dat cognitieverandering helemaal niet nodig is. Toen uit nieuw onderzoek bleek dat mindfulness-therapie net zo goed werkt, terwijl daarbij juist het niet werken aan cognities centraal staat. Toen waren wij een beetje confus.
We hebben een uniek onderzoek opgezet waarbij wij drie groepen gaan vergelijken. Groep 1 is de psychodynamische conditie. Hier wordt ervan uitgegaan dat uw probleem een afweer betreft van het regressief verlangen naar de moederlijke symbiose. Een reactie op het afgeweerde driftimpuls. En dan komt u 4 jaar op de divan. Groep 2 is de cognitief gedragsmatig mindful conditie. Uw probleem wordt hier opgevat als een onproductieve automatische cognitie. U gaat eerst een week zwijgen in een Tibetaans klooster. Daarna 4 maanden lang om 6 uur 's ochtends mediteren met als mantra: waar ik ga, daar ben ik. En u wordt in vivo blootgesteld aan een uitlokkende factor. Dat betekent iedere ochtend yoga met uw schoonmoeder. In groep 3, de biologische conditie, beschouwen wij uw probleem als een verstoring van het dopaminair en het serotonair systeem. Wij beïnvloeden dus de betreffende receptoren en wij dempen uw ene hemisfeer met een neurolepticum en wij peppen de andere hemisfeer op met een SSRI. En de dosering gaat via een op afstand bediend infuus en wordt bij elk live event aangepast. Dan is uw stemming dus optimaal neurologisch in balans. Dit is een uniek design. Het is 3-dubbelblind opgezet. Bias wordt voorkomen doordat in alle gevallen de patiënt niet weet welke therapie hij ontvangt. De therapeut niet weet welke therapie hij geeft. En beide niet weten of ze patiënt of therapeut zijn. En deze evidence gaat bepalen welke behandeling de beste is. En dat is de behandeling die u de komende jaren gaat geven of ontvangen. Dank u wel. Dat even als impressie van hoe de evidence-based de therapie betrad. Jullie hebben dat misschien nog meegemaakt ook. Hè? Ja. Ik ben daar zelf ook onderdeel van geworden, moet ik zeggen. Want je denkt vaak, ik ben uniek, ik doe mijn eigen dingen. Maar dan blijkt achteraf dat je toch onderdeel van een trend bent. Dus ik ben wetenschappelijk onderzoek gaan doen. Pakweg 10 jaar geleden. Naar een methode die ik toen buitengewoon interessant en pakkend vond. En nog steeds. Waarvan ik dacht, nou, dan ga ik bewijzen dat die evidence-based ook beter is dan wat er was. Daar heb ik dat proefschrift over geschreven waar jullie over naar gerefereerd hebben. En wat bleek, na uitgebreid onderzoek, jarenlang opgezet, 0 resultaat. Dat wil zeggen, mijn prachtige nieuwe interventie werkte helemaal niet beter dan de treatment as usual die altijd gegeven werd. Nou, dat is natuurlijk een beetje een zeperd, hè, als je iets nieuws en beters wil doen. Maar toen ik dat verwerkt had, toen dacht ik, eigenlijk is het ongelooflijk interessant. Ik ben toen de literatuur ook nog eens opnieuw gaan bekijken, die er allemaal mee gemoeid werd. En toen merkte ik, ik ben eigenlijk in heel goed gezelschap. Want als je goed kijkt, goed leest, en misschien hebben een aantal van jullie dat ook al lang gezien en gehoord, blijkt dat al die nieuwe modellen die in die afgelopen tientallen jaren zijn langsgekomen, helemaal niks hebben toegevoegd aan de vooruitgang van de psychotherapie. Alle modellen blijken even goed te werken. Vanaf het eerste moment dat de gedragstherapie werd geïntroduceerd tot en met tegenwoordig, noem maar op wat er allemaal is, de schema, focus, cognitieve therapie, van alles. Er is geen verschil in de literatuur te vinden tussen het effect van de verschillende modellen. En sterker nog, we zijn ook niet vooruit gegaan in de psychotherapie. Het is niet zo dat wij in de afgelopen 50 jaar betere resultaten boeken. Er zijn pakweg tussen de 250 en 400 evidence-based modellen. En al die modellen volgen het Dodo Bird verdict uit Alice in Wonderland, namelijk everybody has one and all must have prices. Oftewel, iedereen is goed, maar niemand doet het beter. Vond ik zelf een buitengewoon onthullend iets om nog eens tot me door te laten dringen, want kennelijk is het dus niet het model wat ons in de psychotherapie vooruit helpt. En dat hebben jullie net al even aan gerefereerd. Sterker nog, we weten ook op basis van al die wetenschap die er is bedreven nog niet eens hoe therapie werkt. Want er is geen één onderdeel in psychotherapie waarvan we kunnen zeggen, als je dat nou maar doet, als je die techniek toepast, als je dat protocol volgt, dan wordt de patiënt beter. We weten het gewoon niet. Het enige wat er naar voren komt, is dat, dat is wel grappig, er wordt wel eens gezegd in de wetenschappelijke termen, het wetenschappelijk het behandelprotocol werkt fantastisch als je 2 factoren elimineert, namelijk de cliënt en de therapeut.
En zo is het natuurlijk vaak. Het model werkt in het laboratorium, maar wat werkt er in praktijk? We weten het niet, behalve dat we weten dat de cliënt zelf een groot aandeel in heeft. Wat de cliënt zelf meebrengt in de therapie, dat is voor een groot deel bepalend voor het effect. En helaas is het zo dat de mensen die meer meebrengen, meer hulpbronnen bij van zichzelf hebben, makkelijker profiteren van de therapie. Dus het is nog steeds zo, helaas, dat degenen die het minst nodig hebben er het meest van profiteren. Maar dat kunnen wij niet, dat stuk kunnen wij niet beïnvloeden. We kunnen wel respecteren dat de cliënt heel veel eigenheid inbrengt en dat het andere aspect, de therapeut, kennelijk ook een belangrijke rol speelt. En ook daarvan weten we niet precies wat je dan moet doen als therapeut. Wetenschappelijk gezien dan, of er bepaalde handelingen zijn die je moet verrichten. Maar we weten wel dat de persoon van de therapeut, hoe die zijn therapie vormgeeft, wat die doet op zijn eigen manier, dat dat invloed heeft. En dat dat een belangrijke factor is. Dat is ergens dus een onthutsende bevinding. Want dat betekent dat het protocol, wat tegenwoordig heilig is, een andere plek moet krijgen. We weten misschien allemaal, tegenwoordig als we ergens komen, dan worden we volgens een DBC-model behandeld, een diagnose-behandelcombinatie. Dat betekent, als u deze diagnose heeft, dan krijgt u dat behandelprotocol aangeboden. Helemaal onzin, want niemand weet of dat specifieke behandelmodel bij die specifieke diagnose het nou beter zal doen. Maar het wordt overal gedaan omdat je nou eenmaal een regulering en een controle moet hebben in onze gereguleerde zorgverzekeringsmaatschappij. Dat maakt ook dat het protocol een hele rare plek krijgt eigenlijk. Want de gedachte is dus, als u een bepaald probleem heeft, dan kijk ik aan welke criteria u voldoet. En dan krijgt u, krijgen we het cognitief gedachtemodel bijvoorbeeld. Maar dat betekent dat de suggestie is dat een protocol nuttig is voor de cliënt. Terwijl we dus helemaal geen idee hebben wat het voor de cliënt doet. Dus mijn stelling is dat het protocol nuttig is, maar voor de therapeut. In de zin van dat het protocol ons als therapeut een houvast geeft om onzekerheid te verdragen. Want ik denk, we kunnen als therapeuten niet zonder meer aan de slag gaan, zonder een model te hebben, zonder een gedachte te hebben. Want dan zijn we eigenlijk een van de velen in een omgeving die liefhebbend en ondersteunend zijn, maar die het op een gegeven moment ook niet meer weten. En want de cliënt komt bij ons omdat hij de situatie niet meer verdraagt. De naasten verdragen het ook niet meer. Dan ga je naar een therapeut. Dus wat ons onderscheidt is dat wij het wel verdragen. En voor dat verdragen, is mijn stelling, hebben wij het protocol nodig. Een handvest, een richtlijn om te zorgen dat we niet net zozeer de kluts kwijtraken, net zozeer geraakt worden en het niet meer weten als de patiënt en de naasten. Maar dat is een hele andere functie van het protocol dan vaak gepropageerd wordt. De tweede consequentie is dat we dus niet kunnen zeggen wat ons vak leidt is het behandelmodel. Nee, we moeten dus eigenlijk een stap terug, zou je kunnen zeggen. Wat leidend is in ons vak, is die persoonlijke relatie. Want dat is een gegeven waarvan weten, die is er. En of je die nou vorm geeft via live gesprek of via internet, maakt niet uit. Iets tussen mensen wat er is, dat blijkt wezenlijk te zijn. En grappig vind ik zelfs, sommige mensen worden daar heel somber van. Die zeggen, we hebben 50 jaar wetenschap. Ik zie je ook trouwens somber kijken. Bent u ook zo'n somberaar? Niet? Ja, precies. Wat een ellende is het allemaal. Wat heeft het allemaal opgeleverd al die tijd? Ik persoonlijk word er heel vrolijk van. Ik denk, die wetenschap heeft heel veel opgeleverd. Namelijk, we weten heel goed wat er niet werkt. We weten ook wat een hoop kwats er is. Zoals professor Quacksmesser ons vertelt, er is een hoop kwats. En ik denk dat wetenschap ons kan behoeden voor enge goeroes, voor mensen die onder het noemen van therapie 12 Rolls Royces rijden en met al hun cliënten in bed liggen. Ik denk, daarvoor is het nuttig dat er en wetenschap is en een ethische richtlijn die ons kadert. Maar ik denk, binnen dat kader van regulering en ethiek, is er weinig verschil, denk ik, tussen wat jij mooi noemt, de aanvullende geneeskunde en de reguliere geneeskunde. Ik denk, als we binnen dat kader zorgen dat wij geïnspireerd vanuit een consequente gedachte met de cliënt in gesprek gaan, dan doen we in wezen hetzelfde. En dat is de essentie. Maar dat betekent dus dat we eigenlijk zeggen, therapie is kunst in zekere zin. Therapie is niet een
een wetenschap. Het is ook, nou, je kunt zeggen voor een stukje een kunde natuurlijk, maar voor een belangrijk deel kunst, net als een schilder zijn percelen moet kunnen hanteren. Het is interessant of je dat mag zeggen. Ik heb met een van de grootheden van de onderzoekswereld in Amerika heb ik een korte mailwisseling gehad. Die heeft namelijk het grootste kritische boek geschreven, The Great Psychotherapy Debate, professor Bruce Wampold, over analyses over wat werkt en wat niet werkt. En in zijn eerste druk, uit 2004 was het, meen ik, had hij ook opgeschreven, we moeten therapie misschien meer zien als kunst. Hij heeft die nieuwe druk in 2015 geschreven met iemand anders. En daar stond dat niet meer in. Dat vond ik zo interessant. Dus ik heb die man gemaild. Ik zeg, hoe komt dat nou? Terwijl mij juist zo aanspreekt. Hele grappige vent, die dus vrij snel terugmailde, terwijl het dus een houten methode is. Hij zegt, ja, dat heb ik eruit gehaald, want ik kan dat eigenlijk niet zeggen in Amerika. Want ik word niet serieus genomen door mijn vakgenoten als ik te veel benadruk dat er een kunstaspect in het werk zit. Want dan word ik afgeserveerd en dan tel ik niet meer mee. Dus ik vind het heel erg leuk dat u dat verschil heeft gezien. En dat is puur de reden. Nou, ik denk dat dat heel illustratief is hoe lastig het is om het kunstaspect, wat naar mijn stellige overtuiging in therapie zit, een plek te geven zonder dat je afgeserveerd wordt als een wonderlijke fago die dan maar uit de gezondheidszorg geschrapt moet worden. Ik denk dat dat de opdracht voor ons als therapeut is, om te zorgen dat we het kunstzinnige element in ons vak bewaken zonder zwevers te worden. Zodat we dus wel respecteren dat er een grens is in wat we mogen en kunnen doen. En toch de vrijheid behouden. Want ik denk zelf dat die vrijheid een ongelofelijke winst is nu weer. Dat we kunnen zeggen, we mogen weer persoonlijk aanwezig zijn. We hoeven niet alleen maar te kijken, volg ik het handboek. Ik denk dat dat een bevrijding kan zijn voor heel veel therapie en voor veel therapeuten. Dus dat we dat moeten koesteren en zorgen dat we dat met elkaar bewaken. Ik denk dat dat wel één belangrijke verplichting met zich meebrengt. Want je kunt zeggen, we zijn vrij als therapeut in zekere zin om in te vullen wat we doen. Maar als je ervan uitgaat dat een belangrijk onderdeel van wat wij is, verdragen wat anderen niet verdragen, en dat dat een kern van ons vak is, dan denk ik dat we ook tegen de maatschappij moeten zeggen dat we een beperking hebben in wat we kunnen. Want ik denk dat op dit moment we een veel te pretentieus beeld schetsen van ons vakgebied. En dat we zeggen in wezen, wij kunnen van alles oplossen. Zero suicide, zie ik tegenwoordig regelmatig in de krant. Ik heb 30 jaar in de crisisdienst gewerkt. En gemiddeld hadden wij 4-5 suicides per jaar. Per jaar in Nederland gebeurde ongeveer 1500 suicides. Dat gaat een beetje op manier al jarenlang. Ik denk dat het ongelooflijke godspe is, hoe graag iedereen het ook zou willen, om te zeggen, we gaan de geneeskunde, we gaan de gezondheidszorg verbeteren en over een paar jaar zijn er geen zelfmoorden meer. Ik denk dat dat het einde van de geestelijke gezondheidszorg is als we dat soort aanmatigende pretenties hebben. Dus ik denk als we de vrijheid hebben om het in te vullen, moeten we ook de beperking benoemen. Namelijk dat 40% van de cliënten niet geholpen is met therapie vaak. Dat zelfs de beste therapeuten 75-80% van hun cliënten helpen, maar een deel niet. Sommige mensen kunnen gewoon niet goed geholpen worden met therapie. Of het duurt een hele tijd. Sommige pech, sommige lijden is niet met therapie weg te poetsen. En ik denk dat dat een van de dingen is, dat vind ik toch nog mooi om met jullie vandaag te delen, zou ik even toch nog graag over in gesprek gaan, maar niet nu. Dat wij zeggen, sommige dingen kunnen we niet, want dat is pas, geeft de mensen in de omgeving, in de samenleving, de mogelijkheid om te zeggen, oké, dan moeten we het samen verdragen. Als je weet dat het niet oplosbaar is, is het veel makkelijker om samen met je naast iets te verdragen. Dat je denkt, godsam, als ik ook niet op de wachtlijst stond, en als die therapeut dan maar hun modellen wat beter uitvoerde, dan was ik nu wel gelukkig. Dus ik denk dat we daar echt een dure plicht hebben, om naast onze vrijheid ook onze beperkingen te etaleren, om een stap verder te kunnen maken, om de geestelijke gezondheidszorg het respect te laten houden wat het heeft. En niet een chronisch falen over ons af te roepen, omdat we in de komende jaren niet kunnen waarmaken wat we allemaal roepen. Nou, dat is nog even, ik weet niet of dat een sombere boodschap, nou, het is niet als sombere boodschap, nee toch, geen sombere boodschap. Nee, ik denk, mijn boodschap is echt dat we een ongelooflijk belangrijke taak hebben als therapeuten. Regulier of alternatief maakt volgens mij helemaal geen bal uit. Als je maar met datzelfde doel voor ogen aan het doel nastreeft, dat je de cliënt probeert op een integere manier te helpen.
En ik denk dat als we die zekerheid van de beperking en de twijfel van wat we weten centraal houden, dat dat een prachtige zoektocht is die we samen kunnen hebben. Ik zou tot slot nog even dan het voorwoord uit mijn proefschrift willen voorlezen. Ik heb het een klein beetje gemixt met het nawoord. Omdat me dat mooilijk aansluit bij jullie prachtige boek. En dat is als volgt. De man, laten we hem de auteur noemen, aarzelt bij wie hij in therapie zal gaan. Hij is zelf werkzaam als therapeut, houdt zijn vakliteratuur bij en weet dat optimale aansluiting met de therapeut de belangrijkste factor is voor het welslagen van een behandeling. Op grond hiervan besluit hij dat een verwijzing naar zichzelf waarschijnlijk de meeste kans van slagen biedt. De klacht waarmee hij zich tot zichzelf wendt is dwangmatige twijfel en onderzoekszucht. Hij kan het niet laten overal vraagtekens bij te zetten, wat inmiddels geleid heeft tot iets wat hij een professionele identiteitscrisis zou noemen als hij er met iemand over zou spreken. Ik moet overal vraagtekens bij zetten. Wat zegt dat over mij? Vraagt hij de therapeut. Het komt hem voor dat de therapeut meewarig zwijgt. Een zwakheid die de auteur... meewarig zwijgt. Deze lijkt deze vraagstelling een bewijs van onvermogen te vinden. Een zwakheid die de auteur minder geschikt maakt voor het vak van therapeut. Zijn artsenopleiding is van beperkte waarde, begreep hij. Want goede psychiaters behalen betere resultaten met placebo's dan slechte collega's met echte medicijn. Zijn eigen persoon, het geloof in zijn model en de aansluiting met de cliënt. Daar draait het om. Met mij persoonlijk gaat het niet zo goed, vervolgt hij. Maar aansluiting met mijn cliënt heb ik altijd goed kunnen vinden, volgens mij. Mijn overtuiging is echter momenteel ver te zoeken. Dus wat dat betreft kan ik een slechte therapeut zijn. Toch heb ik het gevoel dat ik mijn vak goed uitoefen. Hoewel ik ook daar nu over twijfel, want hoe weet ik dat? De therapeut zwijgt even en zegt dan, er bestaan simpele middelen om te onderzoeken of u effectief bent als therapeut en of u aansluiting hebt met uw cliënt. Ha, de auteur voelt al waar de therapeut heen wil. Nou, omdat u mij geen goede therapeut vindt, denkt u natuurlijk dat ik de laatste ontwikkelingen niet bijhoud. Nou, maar als u doelt op cliëntenfeedback, nou dat pas ik sinds enige tijd toe hoor. De therapeut knikt goedkeurend. Maar dat is weer zoiets, vervolgt de auteur. Ik vind een goede methode, ik pas hem met plezier toe. Maar ik heb net gelezen dat als ik niet effectief blijk te zijn, er geen specifieke manieren zijn om mezelf effectiever te maken. Dus vraag ik me af wat het nut er dan van is. Tja, zegt de therapeut, de tijd is om. Maar verlos mij nu dan toch eindelijk van mijn twijfel, zegt de auteur. Zeg mij hoe het zit, daarvoor ben ik naar u toegegaan. De therapeut antwoordt, ik heb er net een boek over geschreven. Misschien geeft dat inspiratie en biedt het handvatten voor antwoord op je vragen. Lees het, dan kunnen we er daarna samen verder over praten. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Zeer inspirerend. Het is zo grappig. Zal ik deze spullen even aan jou? Ja. Ik sta niet te dichtbij genoeg. Dit mag jij maar terug hebben. Ja. We kennen elkaar dus helemaal niet. Het is grappig. Dus wij waren ook verrast. Wat Flip Jan te melden had. Maar. Wat erg leuk. Erg leuk. Goed. We waren laatst bij een, Cornelie en ik, bij een eindpresentatie van de studenten. Een presentatie waarin ze laten zien wat ze afgelopen jaren hebben geleerd. En daar hoorden we ook Willem Smit. Die deed dat op geheel eigen wijze. Beiden zeiden we meteen tegen elkaar, die moeten we hebben bij onze boekpresentatie. En luister maar naar Willem Smit. Ja, misschien denken jullie, er is iets misgegaan met dat t-shirt. En dat klopt inderdaad, want Freud, Adler en Jung, dat zijn achternamen. En Willem is een voornaam. En ik heb vandaag besloten om eerlijk te zijn. Dus ik ben zenuwachtig. Mijn stem trilt zo nu en dan. En ik moet ook eerlijk zijn over Hans. Want voor vandaag, hij nam me net even apart. En hij zei, Willem, er zitten mensen in de zaal en die verwachten een Joep-niveau. Dus ik zei, Joep? Ja, ja, van het hek. Dus mochten mensen niet lachen of geen respons hebben, het ligt niet aan jou. En hij heeft ook gevraagd om nog even twee dingen voor te lezen.
Allereerst een punt van orde. Aangezien onduidelijk is welke deelpersoonlijkheid van Willem Smit de conferentie speelt, zal deze niet worden vergoed vanuit aanvullende zorgverzekering. Eventuele bijwerkingen worden verrekend met het eigen risico. En ik heb nog een persbericht. Op deze locatie is de jus d'orange vandaag vers geperst. En ik wil graag nu beginnen met een gedicht. En dat gedicht heet De Therapeut. Ik luister tussen je woorden, zie in je ogen wat geen woorden heeft. Hoor wat je niet kunt zeggen, kijk wat je lichaam vertelt. Ik ben geen magier met een genezend elixir. Ik ben geen bron van wijsheid met een glazen bol voor een blik in de toekomst. Ik ben jij, jij bent mij, alleen in ons samen ligt het antwoord. En zijn misschien ook mensen die denken van ja, maar ik ken je helemaal niet. En dat probleem heb ik zelf ook, dat ik ken mezelf eigenlijk ook niet. Het was laatst zelfs zo gek dat ik was aan het tandenpoetsen. Op een gegeven moment kijk ik in de spiegel. Toen dacht ik, goh, wie is toch die vreemde man in mijn badkamer? En ja, met dat soort problemen zit ik dan. En ik ben ook een beetje in verwarring. En dat komt omdat we hadden een voorbespreking, Hans en Cornelie. En toen had ik de indruk dat ik ook wel op basis van mijn kwaliteiten, gevoel voor humor, dat ze mij hadden gevraagd. En vervolgens zie ik een filmpje van Cornelie, die ontzettend creatief is. En die zei in dat filmpje, we hebben een cabaretier met een geweldige act, hopen we. Dus ik heb toen 3 therapiesessies nodig gehad om enigszins te herstellen. En dat overkwam mij ook weer, dat ik kreeg toen oneenigheid met die therapeuten. Ik had die 3 sessies gehad en ik dacht van ja, het zal wel. En toen zei ze tegen mij aan het eind van Willem, je denkt misschien dat er helemaal niks gebeurd is, maar je hebt echt keihard gewerkt. En vervolgens kreeg ik een week daarna kreeg ik een rekening. Dus ik bel haar, ik zeg, zo gaan we niet met elkaar om. Ik werk keihard en jij luistert wat. Ik zeg, ik zou je matsen, we delen de kosten. Ja, dat is dus in aanloop tot zeg maar vandaag. Maar nee, ik ben echt heel erg vereerd dat ik hier mag staan. En voordat ik zeg maar, want jullie begrijpen nu wel dat het een saai, humorloos betoog wordt met deze verwachtingen. Maar die titel van het boek, hè, vond ik ook geweldig. Klikt het? En ik had een cliënte, man, daar klikte toch mee? Het klikte zelfs zo goed dat ik ontzettend blij was dat het allemaal vertrouwelijk was. Waarbij ik nu denk, mijn vrouw zit in de zaal. Maar dat maak je dan mee. En iets anders is dat ik ook over dat boek, en het thema van mij vandaag is ook wel weer eerlijkheid in het kader van therapeut zijn, counselor zijn. En ik las vanmorgen een berichtje op internet en ik dacht, ja, nu heb ik dat gelezen. Ik wil het eigenlijk niet vertellen, maar ik moet het toch even voorlezen. En daarna vergeet het ook weer gelijk. Het stond in het Utrechts Nieuwsblad. Het therapeuten-echtpaar Mensje Hannes en Cornelis Spijlerbroek spant een kort geding aan tegen de auteurs Hans Mennes en Cornelie Spijkerboer. Dit omdat ze vinden dat het boek Klikt het te veel lijkt op een uitgave Het klikt of niet. De rechter doet uitspraak op 12 oktober. Ik neem even een slokje water, want ik heb nogal droge humor. Maar ik zal u wat vertellen over mijn belevenissen als aankomend counselor. En het ging bij mij bij de eerste cliënten eigenlijk al mis. Die gesprekken gingen best wel goed. En ik dacht ook van, nou Willem, je hebt dat best wel onder de knie. Totdat ze op een gegeven moment mij hele pijnlijke en vertrouwelijke dingen begon te vertellen. Dus ik heb gelijk dat gesprek stilgelegd. Ik zeg, dit komt zo bij mij binnen, dit voelt zo niet veilig. Misschien heb je een vriendin waarmee je dit soort dingen kunt bespreken.
Vervolgens kwam ik bij mijn supervisor en die zegt, Willem, maar dat is nou het therapieproces. He, dat je veilig, he, dat iemand veilig bij jou en vertrouwelijk dat kan vertellen. Dus ik schaamde me diep. Maar daarna, ja, dat was eigenlijk nog wel veel gênanter. Toen was ik al een uur lang was ik in gesprek met een echtpaar, een intensieve sessie. En toen ontdekte ik dat het helemaal geen cliënten waren. Het bleken twee Jehovah-getuigen te zijn. En ik dacht, ik heb ook geen afspraak, maar de bel ging, dus ik doe open. En die man zegt tegen mij van, meneer Smit, we willen heel graag met u in gesprek. En toen dacht ik, ja, dat is mijn vak. En waar ik ook tegenaan liep, en dat had ik al een beetje op mijn opleiding. Dan vertelde hij, dan moest je studenten counselen. En nou, dan vertelden mensen toch wel problemen, verschrikkelijke verhalen. En ik had zoiets, ja, het zal me wel, maar dat is jouw probleem. En ik voelde daar ook niet zo voor bij. Maar ik dacht toch van, ja, dat zit niet goed. Dus ik naar de huisarts. Die huisarts zegt, ja, we kunnen daar ook, ik kan er de vinger niet op leggen. Naar de specialist, onderzoek, bloedprikken. En toen werd ik gelijk 's avonds gebeld. Nou, dan weet je wel, als een specialist jou 's avonds belt, dan is het niet in orde. Dus die man zei tegen mij van, ja, ik heb niet zo goed nieuws. U hebt een kritisch lage empathiewaarde in uw bloed. Ja, ja, maar het was zelfs zo dat, was dat verder gedaald, dan was ik een psycho-asociale counselor geworden. Ja, dat wil je natuurlijk niet. En daar heb ik gelukkig medicijnen voor. Dus dat is allemaal opgelost. Maar wat wel het geval is, en daar had Hans een heel mooi filmpje over, die zei van, als therapeut moet je eigenlijk tot in elke vezel kennen. Maar ik heb het idee dat mijn cliënten mij tot in elke vezel kennen. En ja, ik ga me nu toch ook wel weer kwetsbaar opstellen. Ik kan niet huilen. Ik heb als baby voor het laatst gehuild. Want ik dacht dan van, ik krijg wat liefde. Een arm over mijn schouder. Een happy meal. Maar helemaal niks. Dus ik kwam gewoon met niemand. Dus ik heb dat uit mijn repertoire gegooid. Maar nu krijg ik dus allemaal cliënten die bij mij... Heel goed. Dus ik heb gelijk een verbodsbord huilen opgehangen. Glaasje water weg, tissues weg. Dus dat heb ik getackled. En een ander iets is, dat is innerlijk kind. En innerlijk kind was bij mij eigenlijk nooit een thema. Ik had altijd het idee van dat ik op mijn 21ste gewoon die wereld in was gegaan. Totdat ik de SPSO ging doen. En helemaal tot ik Hans en Connelly als trainer kreeg. Nou, toen is het toch wel een behoorlijk thema geworden. En ja, als ik me dan vraag van waar komt dat dan vandaan? Ja, dat komt van vroeger. Ja. En daar wil ik even een heel klein stukje over zingen. Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald? Wie heeft het licht in jouw gedoofd? Wie heeft dat onbevangen kind vermoord, dat altijd opstaat als het valt? Wie boog jouw rechterrug, trapte je speelgoed stuk? Wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht? Dus daar komt het een beetje vandaan. En ik heb daar zelf ook een gedicht over geschreven. Alleen vanwege aantal tijd die ik kreeg, heb ik dat iets moeten comprimeren. En dat gedicht heet Ik ben het huppelen verleerd. Ik ben het huppelen verleerd. Het is langer hoor. Maar ik was dus bij dat innerlijk kind en ik kreeg toen een cliënt.
Een beetje een gezette man. In de 50. Grijzend haar. Was niet echt aan het praten. Maar had wel humor. Had zijn vrouw ook gezegd toen hij aangemeld was van... Ja, mijn man, het is geen prater. Maar hij heeft wel humor. En dat bleek ook in de gesprekken dat ik dacht van... Het is stroef. Het loopt niet. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik doe een geleide visualisatie. En dan moet ik mij oppassen, want ik had daarvoor bij een cliënt had ik ook een geleide visualisatie gedaan. En die verdwaalde. En die heb ik nooit meer teruggezien. Dus bij deze man, ik deed een geleide visualisatie. En dat stond natuurlijk na het innerlijk kind. Nou, dan ga je dus vertellen, hè, iemand ontmoet zijn innerlijk kind en neemt weer afscheid uiteindelijk en komt dan weer terug uit die visualisatie. Dus dat doorloop ik met hem en ik zie al een verandering. Dus op een gegeven moment is het ten einde en die man blij. Hij zegt, ik heb mijn innerlijk kind ontmoet, ik heb ermee gesproken en ik heb het gelijk meegenomen. Bij mij in de praktijkruimte. Nou, toen kon je mij wel wegdragen hoor. Dat was wel echt dat ik... Nou, toen had ik eigenlijk wel nog meer therapiesessies nodig om daarvan te herstellen. En nou, over al dat soort dingen ben ik wel heen gekomen. Maar wat wel zo is dat... En dat is ook wel misschien... Ja, nou, eigenlijk is het wel heel positief. Je hebt ook cliënten die gebruiken je. Je hebt ook cliënten die hebben een misverstand dat als ze bij jou uit de ruimte lopen... dat ze denken dat ze hun eigen leven ingaan. Begrijp ik helemaal niks van. Je hebt cliënten die zeg maar, bij je weggaan en denken dat ze regisseur van hun eigen leven zijn. En dat ze jou daar niet meer nodig hebben. Begrijp ik ook helemaal niks van. Maar je hebt de cliënten die gebruiken je. En dat is eigenlijk heel positief. Want in zekere zin zou je kunnen zeggen, gebruik jij ook de cliënten. Maar het laatste half jaar heb ik dus een echtpaar in therapie gehad. En zijn beide ook therapeuten. Ik kan natuurlijk vanwege de privacy niet zeggen wie het zijn. Omgeving Utrecht wel. Dat mag ik denk wel. En zij kwamen bij mij in de therapieruimte. Eerste keer en toen dacht ik al van... Willem, hier is werk aan de winkel. En dat is een valkuil. Ja, dat is een valkuil. Want als je als therapeut zeg maar te hard aan het werk gaat... Ja, dat is niet goed. De cliënt moet werken. Dus ik heb geleerd, dan moet je een soort gas terugnemen. Een beetje achteroverleunen. Dus ik had dat bij een vorige cliënt had ik dat ook gedaan. Dus ik was zeg maar gaan achteroverleunen. Toen werd ik 3 uur later weer wakker. Cliënt in geen velden of wegen te bekennen. Dus dat had ik met deze mensen niet. Dus wij doorlopen een heel, ja echt heel mooi waardevol proces. Ook voor mij, ook voor hun. En toen zeiden ze na afloop van Willem... We zijn hier zo blij mee. Wij denken dat wij daar een boek over gaan schrijven. Maar vanwege de privacy zullen we jouw naam niet noemen. En ja, helaas, ik ben alweer bijna aan het einde gekomen. Ik heb nog wel even ook voor de mensen die zo met het openbaar vervoer komen... nog 2 mededelingen. Allereerst... De buurtbus naar Houten Castellen rijdt vandaag niet. Hij is namelijk uit de buurt. En de tweede is, van de NS, wegens een wisselstoring rijdt de sprinter Houten-Utrecht van Utrecht naar Houten. En voordat ik een einde maak aan wat ik te vertellen heb... wil ik, want jullie begrijpen dat het allemaal wel waarheidsgetrouw is, maar voor mij geldt. En waarschijnlijk niet voor de andere therapeuten en counselors. Het zou natuurlijk zo moeten zijn dat als iemand met jou dat proces doorloopt, dat hij toch iets anders bij je weggaat dan dat hij de eerste dag bij jou binnen is gekomen. En dan wil ik graag een gedichtje van lezen van de bekende Nederlandse dichter Willem Smit. Dat ben ik zelf. En het is titelloos. Jouw dag is aangebroken. Een onbeschreven blad.
een onbetreden pad. Het verleden aan gisteren, de rugzak afgedaan, onvermoede mogelijkheden, adem je leven, je bloed kruipt waar het gaan mag. Tijd om de eerste stap te zetten. Dank jullie wel. Zo. Het officiële gedeelte is afgelopen. Dank je wel, Willem. En jullie kunnen nu... Nee, ik wil eigenlijk nog iets anders doen. En nog een geleide visualisatie doen. Daar heeft iemand heel hard aan gewerkt. Heel hard. En dat ben jij. Hier is hij. Zo, nou is het echt afgelopen. Jullie mogen, als je dat wilt, ons boekje kopen. €14,95 kost het. En als je dat wilt, dan schrijven wij er ook iets voor jou in. Ja, Loek, we schrijven er iets meer in dan vorige keer. Dat staat hier niet hoor, maar dat zeg ik maar vast. Signeren heet dat. En dan gaan we voor hier aan de dingen staan. Dus dan moet je eerst een boekje halen en dan kan je onze boodschappen krijgen. Want daar gaat het over. Dank jullie wel voor jullie komst op deze dag. We hebben alleen maar mensen uitgenodigd die we aardig vinden, die we leuk vinden. En daardoor krijg je dan een hele zooi. Alles bij elkaar en familie en weet ik veel, die we allemaal aardig vinden. En als je je nou hierop richt, schiet me nu te binnen, op de mensen die je aardig vindt, dan is het leven best leuk. Dank jullie wel.